Sorry hoor, vorige keer dat ik me heb gewogen was ik 65. Ik ben wel iets afgevallen, dus ik denk 62 of zo, zoiets. Marvin heeft contact met mijn vriendin. Top. Jij weegt minimaal 110. Prima. Je hebt dunne haren, hè? Nee. Nee, valt wel mee. Gewoon normaal. Heb je nu wel een BH aan? No, I have not. Ze komen niet samen even contact met mijn vriendin. Weet je met hoeveel mensen hij praat? Mwah. Baby, ik ben zo verliefd op haar. Zo verliefd, zo verliefd. Mijn katten heten Celine en Yves. BH-loos deed je niet voor je vriendjes en vooral niet drinken en uitgaan. Dat is niet helemaal waar. Ik dronk altijd, ik hield altijd al wel van een wijntje. Geen BH heb ik ook zeker wel vaker gehad. En uitgaan doe ik inderdaad de laatste tijd vaker. Maar dat heeft niet echt te maken met de break-up tussen mij en Marvin. Want wij mochten allebei in onze relatie gewoon doen wat we wilden. Maar dat heeft meer te maken met dat ik nu dichterbij woon en mijn rijbewijs natuurlijk heb. Want als je goed kijkt, dan ging ik zeg maar uit sinds september. En ik heb mijn rijbewijs sinds augustus. Dus nu kan ik gewoon... voorheen woonde ik natuurlijk nog bij mijn ouders in Twente. En als ik dan uitging, ja, de feestjes beginnen pas om 2 uur 's nachts. En dan zou ik dus met de eerste trein, dat is om 6, 7 uur 's ochtends, zou ik helemaal nog 2 uur terug naar Twente moeten. Dat is gewoon niet te doen. Dus ja, de situatie nu is gewoon gunstiger om te kunnen uitgaan af en toe. Nee, geen man kan vinden niet alleen over ik wil komen, ben zo verliefd op mijn hand. Nou... Schat, je weet niks over mijn leven. Krijg kind later Antilliaanse opvoeding? Waarom zou mijn kind de Antilliaanse opvoeding krijgen? Zei altijd je influencer uitgaan niet leuk vond. Nee, klopt, vond ik ook niet. Ik ben een aantal keer in het verleden wel uit geweest, meer bij mij in de buurt. Maar nu heb ik een hele andere kant gezien. En ben ik naar andere plekken waar ik nooit eerder was geweest gegaan. En toen dacht ik van, hey, het kan dus eigenlijk ook wel leuk zijn. Echt een mooie meid, maar sommige foto's snap ik echt niet waarom in die plaats. Hoeft ook niet, we zijn allemaal anders. Je hoeft het ook helemaal niet te snappen.